Goeiedag, we gaan eens kijken wat het weer deze week gaat brengen. Het belooft een dynamische week te worden: met grote weersveranderingen gedurende de week. Winterweer, dat zit er nog steeds niet in. Hoor. De temperatuur is erg hoog dit weekeinde. Zagen we dat ook al met temperaturen ruim boven de 10 graden op de meeste plaatsen. Veel bewolking, af en toe regen en motregen en soms een spaarzame opklaring. Vooral zaterdag waren er nog wel een paar mooie opklaringen te vinden in het westen van het land. En dat levert dan direct zo'n vriendelijk plaatje op. We zien hier trouwens ook iemand aan het kitesurfen. De wind die is prominent aanwezig... Niet alleen in het weekende, maar ook de komende dagen blijft het fors waaien. Vrijwel een constante wind van zo'n windkracht 6. En uh, ja, daar kom ik straks nog wel eventjes in detail op terug. Ik ga eerst even met de weerkaarten beginnen van het Amerikaans model. We zien dan een hoge drukgebied boven Frankrijk en Spanje... in de nacht van zondag op maandag. En lage drukgebieden bevinden zich boven Scandinavië en bij IJsland. Daartussenin een strakke westelijke stroming. En in die stroming zien we ook heel duidelijk een neerslagband liggen. Dat is de scheiding van de koude lucht in het noorden... en de warme lucht in het zuiden. En dan ziet u het al, Nederland ligt aan de warmte warme kant en dat betekent dat we hier die hoge temperatuur hadden maar dat front die storing wil toch uiteindelijk wel weer naar het zuiden komen opzetten en dat kunnen we mooi in de animatie Laten, zien. laten we die maar eens in beweging zetten, dan zien we dat die band daar aanwezig blijft. Er komt dan een lage drukgebied over de Noordzee schuiven en dan kan langzaam maar zeker die wolkenband ook naar het zuiden gaan komen. Dat is eigenlijk een golf van de band die helemaal doorgaat tot boven de oceaan. We zijn op dinsdagavond aangekomen, nog steeds die warme lucht boven Nederland, nog steeds die hoge temperaturen. Maar dan in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag... dan komen we geleidelijk aan in die koudere lucht terecht. En dat gaat gepaard met enige tijd regenval. We zien ook wel dat roos van wat sneeuw. Nou, heel misschien dat er wat natte sneeuwvlokken vallen in het noorden. Ik denk dat dat nog niet echt aan de orde is op woensdag. Maar we zitten dus wel inmiddels in die koude lucht. De temperatuur die gaat dan ook naar beneden. De nacht van woensdag op donderdag wordt een stuk kouder. Maar wat we dan zien gebeuren is dat uiteindelijk weer de warme lucht... Gaat winnen en dat gebeurt in de loop van donderdag vanuit het zuiden. Gaat die storing dan weer naar het noorden bewegen en dan zien we ook weer het roos hier in het noorden. Dat zou misschien ook weer gepaard kunnen gaan met wat natte sneeuw. Dat is nog lang niet allemaal zeker. Dat is natuurlijk allemaal weer die details. Qua temperatuur, hoe dat zich precies gaat verhouden. Maar mogelijk op de kop van die neerslag. dat er een klein beetje winterse neerslag valt. Dat zal waarschijnlijk niet al te lang duren. als dat überhaupt al gaat gebeuren. Dat wil ik toch nog wel even benadrukken. Wat wel duidelijk is, is dat we dan gewoon weer terugkomen in die zachte lucht. En dan zien we ook op vrijdag veel regen. Een lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En dan is het in het weekeinde waarschijnlijk ook wisselvallig. Maar dan zijn we echt al in een periode gekomen. dat het allemaal erg onzeker Gaat worden. Goed, die neerslag kom ik zo nog eventjes op terug. Wat ik u ook wil laten zien is die wind waar we de komende dagen nog steeds mee te maken hebben. Dat geel, dat groen, dat zijn windkracht 6 tot windkracht 7, die gewoon constant over ons land blijft waaien. Overdag en s'nachts. Dat is op een gegeven moment echt wel vervelend. Dat gaat door tot woensdag, want in de loop van woensdag neemt die wind dan geleidelijk aan wat af. Maar vanaf nu tot aan woensdag constant windkracht 5, 6 boven land. En aan zee, zoals Windkracht 7. Ook op het IJsselmeer kan het hard waaien. Windvlagen daarbij ook. We houden rekening mee dat er toch wel zware windstoten in de kuststrook kunnen voorkomen, van zo'n 75 km per uur. Natuurlijk, als je wat dieper landinwaarts bent, is die wind wel wat rustiger. Maar een echte serieuze afname zit er voorlopig nog niet in. Dus dat is iets waar we rekening mee houden. Dan de weerkaart voor maandag. Nou, die ziet er. Wat optimistischer uit dan de afgelopen dagen. We hebben te maken met een wolkjes en zonnetjes. We denken ook echt wel dat de zon af en toe gaat doorbreken. Maar wolkenvelden zullen toch wel overheersen. Ik denk dat er ook wel een verschil is. In het westen van het land is de ruimte voor de zon wat meer aanwezig. Diepe land inwaarts kan het toch vrij snel gaan dichtslippen in de lopende dag. Hoge temperaturen tussen de 9 en de 11 graden. En een matige tot vrij krachtige wind bovenland. Aan zee zal de wind nog harder waaien. Krachtig of hard zelfs, zoals gezegd, ook op het IJsselmeer is dat het geval. Nachttemperaturen blijven ook hoog. We kunnen dat mooi laten zien met de meerdaagse. Want dan zien we dus eigenlijk constant die hogere temperaturen. De uitzondering is dan de woensdag. Als die koudere lucht wat meer naar het zuiden komt. En dan kan de nacht. Ook kouder worden, voor Midden-Nederland gaan we uit van zo'n 2 graden. Maar in het noorden. Sluit ik niet uit dat we rond het vriespunt gaan uitkomen. En als die koude lucht nog wat verder naar het zuiden zakt, dan kan het ook in het midden van het land rond het vriespunt gaan worden. Maar in de loop van donderdag komt dus die zachte lucht vanuit het zuiden weer terug. Dat gaat gepaard met regen. En aan het eind van de dag zitten we dan op 10 graden. In de ochtend zal het in het noorden absoluut nog niet zo zacht zijn. Hoor. Dan zitten we echt met die lagere temperaturen. Vrijdag en zaterdag dan weer de hogere temperaturen en ook flink wat regen. In het temperatuurprofiel kunnen we ook zien dat we aan het begin van de periode vrij zeker zijn van die temperaturen. Maar vanaf donderdag, vrijdag, ja, dan wordt het allemaal meer onzeker. En dat heeft natuurlijk te maken met waar die scheidingslijn van de koude en warme lucht precies komt te liggen. En dat levert dan altijd onzekerheid op. De trend voor na het weekeinde is wel weer wat duidelijker. Dan wordt het gewoon wel wat minder zacht. En ook in de nachten neemt de kans op vorst toe. Die week die lijkt in ieder geval wel iets kouder. Te gaan worden. Maar met name die tweede weekhelft, hoe die temperatuur zich precies gaat verhouden op basis van waar die luchtmassagrens komt te liggen, ja, dat blijft toch wel een beetje onzeker. Zowel in het Europees model als in het Amerikaans model zien we dat hoor. Het is wel zo dat beide modellen dezelfde trend laten zien, maar het verschilt dan een klein beetje in details. Dan gaan we eens even naar de neerslag kijken. Want ik ga vooraan, het wordt echt wel een kletsnatte week hoor. Maandag is dan die droge dag. En dan dinsdag kan er al wat lichte regen gaan vallen. Zeker later op de dag. En dan kijken we naar de woensdag en de donderdag. En dan zien we vooral even dat geel. Ja, dat is meer dan 10 millimeter. De kans daarop is ruim 50%. Dat gaat zelfs op donderdag naar de 70%. En ook die vrijdag is gewoon nog kletsnat. En als we dan die dagen bij elkaar gaan optellen. dan betekent dat dat we in Nederland deze week toch flink wat neerslag kunnen. Kunnen gaan verwachten. Ik heb hier een kaartje voor de neerslagsom van maandag tot en met zaterdagochtend. En dan zien we. Neerslaghoeveelheden die gaan oplopen naar de 30 tot 60 mm. En al die modellen laten dat zien. De variatie is een beetje weer waar precies de meeste neerslag gaat vallen. Maar dat heeft alles met die luchtmassagrens te maken. Waar komt die neerslagzone precies te liggen? Wanneer beweegt die weer terug? Dat soort details worden in de loop van de week duidelijk. In ieder geval een zeer dynamische week voor de boeg. Mensen die van wat rustig weer houden, die moeten voorlopig eventjes wachten. Fijne dag.